De woningmarkt daalt. Toch wordt uw WOZ-waarde dit jaar weer wat hoger. Maar hoe komt dat? Voor de WOZ-waarde wordt elk jaar gekeken naar de marktwaarde van uw woning op 1 januari van het jaar ervoor. Als die waarde toen steeg, zie je dat nu terug in de WOZ-waarde. De WOZ-waarde volgt de markt met een vertraging van een jaar. De dalende huizenprijzen op de woningmarkt nu ziet u volgend jaar terug in de WOZ-waarde. De WOZ wordt bepaald door verkoopcijfers van vergelijkbare woningen en de ligging, staat, kenmerken en gebruiksoppervlakte van uw woning. De gemeente gebruikt veel beschikbare informatie over uw woning en actuele verkoopcijfers en maakt daarmee taxatiemodellen. De WOZ-waarde is er om te zorgen dat iedereen eerlijk belast wordt. Een woning met een hogere WOZ-waarde betaalt meer belasting, een met een lagere WOZ-waarde minder. Iedereen kan gegevens inzien via het online WOZ-waardeloket. En daarnaast houdt de waarderingskamer toezicht op de uitvoering van de wet WOZ door gemeenten. De gemeente zorgt ervoor dat alle gegevens zo goed mogelijk kloppen. Luchtfoto's, inspecties, gesprekken met belanghebbenden. Ze gebruiken moderne technieken voor de taxatiemodellen en controleren de kwaliteit volgens strenge internationale standaarden. De waarderingskamer controleert of gemeenten de taxaties van onroerende zaken zoals woningen goed uitvoeren. Mocht je vragen hebben of het niet eens zijn met de berekende WOZ-waarde, neem dan telefonisch contact op met jouw gemeente. Zij kunnen je direct verder helpen en eventuele fouten snel signaleren en oplossen.